Hallo dames en heren en kijkers van de YOLO Gamer. Ik ben Axel of de YOLO Gamer. Hallo. Hoe heet dat? Dit hele maand gebeuren gaat nog komen, maar ik wacht vooral eigenlijk op reacties, want ik krijg er niet zoveel. Of heb er nog niet veel gekregen. In elk geval, het komt erop neer dat... Weet dat, ik wilde ook wel eens een serie gewoon doen, daarnaast nog één keer per week of zo, ik weet niet. Ligt eraan of jullie het leuk vinden. Maar ik vind dit wel leuk om te doen, minstens één keer per dag of zo. Dus ja, we zullen zien. Dus dit is Battlefield Bad Company 2. Ik heb geen andere, dus... Laten we kijken of we een server kunnen vinden. Altijd als ik naar een server zoek, dan... zoek ik naar eentje met... En veel players en gewoon weet het of er een minimap in zit, want dat vind ik gewoon fijn. Maar ik weet niet, dat is gewoon iets zo van, oh dat is nice, van dan heb ik tenminste dat ding. Want zonder, ik weet niet, maar dat vind ik erg lastig ofzo. Daar kunnen we niet in. Als we niet snel nog, oeh, White Pass. White Pass is mijn lievelings map in dit. En daar kunnen we waarschijnlijk wel in. Woehoe! White Pass. Ja, ik vind het sneeuwgebied gewoon erg leuk. Ik had Rush eigenlijk... Ik had nog nooit een Call of Duty of Bad Company zelf gekocht. Of een Battlefield bedoel ik. Het kwam er eigenlijk op neer dat... Ik had ooit bij een vriend van mij Call of Duty Modern Warfare 3 gespeeld. Maar niet te veel online. Eén keer. Maar toen was ik jong en... In het Engels zouden ze zeggen... I got my ass kicked. Wat wil in het kort zeggen, is eigenlijk dat ik werd gewoon compleet afgemaakt. Ja. En als je niet weet wat Conquest is, het is eigenlijk Capture the Base of Capture the Flag. Ja, het is niet Capture the Flag, het is eigenlijk gewoon dat je een basis moet vasthouden. In dit geval een vlag. En oh shit, ze hebben ons uitgezetten. Ik hoop dat de mic quality nu goed is. Ik heb hem iets verder van me afgezet. De laatste FTL video op Game with a Lawyer was ook niet zo goed. Maar ik moest het doen als zij de hele tijd geruis horen. Ik ben echt constant bezig om het te fixen trouwens. Echt, ik doe maar zoveel mogelijk mijn best. Maar het lukt me gewoon bijna niet. Maar ik denk dat het ligt omdat ik soms start praat. Maar goed, daarom probeer ik het zelf te houden. Dus even kijken op de map. We moeten een beetje naar point C. En de C staat voor point Charlie en A voor point Alpha en point B voor point Beta? Eigenlijk weet ik het niet. Zoiets. En point D voor point Delta. Oh ja, en ik heb hier dit ding. Dat is een shotgun attachment. Dus als ze heel dichtbij komen, of wij heel dichtbij kunnen komen. BAM! In your face. Oh, er zit hier achter nog ergens wat volgens mij. Oh, wacht, dat is niet. Dat is een aardig moment. Soms schiet ik ook wel eens mensen, bijvoorbeeld als ik ergens op zit te snipen of op gewoon een hoop plekken zit, want die bij mij horen. Maar dat komt dan per ongeluk, want ik denk dan van, oh shit, ik moet snel zijn, anders ben ik dood. Oh, damn it. Hatelijk als we maar zo weinig geld nog hebben. Maar goed. Kom op. Maar ja, dan doe ik, weet ik veel, één potje per keer. Want potjes duren best wel lang. Dus ja. Dus dan ga ik alleen deze voor vandaag uploaden. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik vind het best leuk. Oh, daar zit er een. Oh, daar zit er ook een. Weet je wat, we pakken dit ding. Mooi, we pakken even onze shotgun. Rennen, rennen. Oh, damn it. Oh, damn it. Het was bijna gelukt. Melee had niet echt zin op dat moment. Wat ik ook wel eens doe, is ik heb mijn recon, want die kunnen centros gooien. Ik heb hem zo gemaakt dat hij heel snel is en dat hij goed bommen kan neerleggen. En uit de shotgun voor close hands, zullen we zeggen. Dan is er zo iemand van, hey, dat mag niet. Bam, shotgun. Right,
Viper, over. Zo, dat is beter. Even afleiden. En oh shit. Er zit er daar nog één. Nou, dat ging best lekker. Oh, de motion sensors. Ja, dat is mijn enige beetje range weapon met dit kit. Dat is dus wel het nadeel. Op range ben ik heel saai. Maar daarom heb ik ook iets gedaan. Zo'n stimpack heet dat hier. Daardoor kan ik sneller lopen. We staan er goed voor dit keer. Objective has been secured. Yeah, ik wil ooit nog wel Battlefield 4 kopen. Als jullie dit leuk vinden en mij willen Battlefield 3 of 4 spelen, het ligt helemaal aan jullie hoor, wat jullie willen. Dan ga ik wel kijken of dat zal ik er wel voor sparen en zo. Maar het ligt eraan welke jullie zouden willen eerder zien. 3 of 4. Waarschijnlijk 4, maar goed. Dat had dus geen zin. Geen zin. Ja, geen zin. Ik wilde zeggen geen zin. In elk geval, we zullen waarschijnlijk als we gewoon die 3 punten houden hier van ons, dan zouden we het wel kunnen vinden. Pak even onze C4. Oké, dat ging dus minder goed dan gepland. Het idee was dat we de tank opbliezen. De fout was dat we onszelf opbliezen. Dus ja, maar dat kan gebeuren. Maar ik vind het wel leuk dit. Sommige mensen zeggen dat vinden. Dat was vooral in het begin dat ze dit beter vonden dan Battlefield 4. Maar dat kwam dat gewoon heel erg nuttig was. Ah, damn it. En ik had mijn shotgun niet, want ik dacht, oh, dan schrik ik hem even nu. Want het punt is, dit geweer doet meer damage. Maar deze heeft bijvoorbeeld meer clip size. Dat wil zeggen dat je meer keren kan vuren. Op de ene is het nou maar 6 of zo, kijk. En op deze is het 17. Maar die van 6 is wel sterker, dat is wel het punt. Maar deze schiet volgens mij ook sneller, dus... Licht er maar aan. Doen we deze wel een keer. Nee, ik ga niet alle wapennamen onthouden. Zal ik maar weten wat welk type is en zo. Vind ik het best. Oh, en accuracy, als je dat niet weet, het is de... Accuracy is daar. Oh, wat, volgens mij is daar iemand. Ja, dit gaat lekker. Shut me, bitch. Doe ik dit altijd? Even kijken of we een beetje kunnen regenen, dat ik niet weg. Oh, damn. Jammer. Vroeger vroeg me af wat dat gebied was toen ik hier dit net begon en ja, dat weet ik nu dus. Waarom zou ik de assault in plaats van een recon niet nemen? Eigenlijk is dat, dat is bijvoorbeeld een vraag, want dat kan. Als je een shotgun neemt, dan kan je ook dit, een C4 nemen. Maar dit heb ik gedaan voor een reden. En dat is namelijk dat ik kan met de sensors zien waar, kijk, de soldier die kan infinite ammo. Dus ik zou in principe mijn C4 altijd omhoog kunnen houden. Nadeel is, alleen dat, of het voordeel juist met de scout of sniper, of hoe je het ook wil noemen, maar gewoon de sniper, is heel simpel. Namelijk dat ik kan zien waar de vijanden zijn. Kijk, hier. Oh wacht, verkeerde optie. Oh shit. Damn it. Maar ja, dan snap je dat ook. Ik denk niet dat jullie dom zijn overigens. Ik denk dat jullie wel slim zijn. Kom op. Klaar gaan spawnen. Hup. Goed, trouwens, links op de minimap. Groen betekent vaak dat je daar bij die persoon kan spawnen. Als die nog leeft. Dat is. Oh, kijk. Hè. Even de centrum omhoog. Vraag me af hoe lang dit gaat duren. Anders ga ik dit in een tweede deel doen. Dus als jullie dat zien, dan kan het tijd. Dit is, omdat ik het heb geëdit en zo. Dan komt dat waarschijnlijk omdat het te lang is. Want
Nu hou ik het niet in gedachten, want ik heb zoiets van, nee, we gaan doen totdat deze match over is. En ja. Waarschijnlijk duurt dat ook wel best wel aardig. Nee, maar ik vind dit wel leuk. Oh, daar komen ze uit. Hier komt hij! Zie je, dat vind ik dus leuk. Oh, damn it. Het was mooi. Toen kwam hij. Met zijn M416. Maar goed. Maar dit gaat wel lekker. En ik vind deze beter dan deze. Omdat deze schiet dan misschien wel sneller. Maar hey. Deze doet hit. Is gewoon een bijna een one hit killer. Als je dichtbij komt. Dat is wat het is. Oké, okay, laten we deze maar pakken. Sensor. God fucking. Waar was dat? Oh. Damn it. Kom op. We kunnen dit. De tactiek is wel goed met de shotgun. Vind ik. Je moet alleen een beetje snel zijn en zo. En je moet weten waar je vijand zit, anders werkt het niet zo goed. Want dan ga je meer dood dan kills. Maar het idee is dat je juist meer kills probeert te krijgen. Even sensor. Kom op, kom op, kom op. Kills is nice. Ammo, waar? Waar is ammo? Ik hoorde ergens ammo over hier. Is het daar ergens? Nou ja, maakt niet uit nu. We hebben denk ik toch nog wel even genoeg. Enemy shooter identified. Mission cleared and under control. Oké, ik zie daar iemand. Kom jongens. Oh damn. Oh, dat ging toch wel lekker. We hebben een headshot en zo. En we gaan dit waarschijnlijk winnen. GG! GG staat voor Good Game. Nou, dames en heren, en kijk van de Eurogame. Ik hoop dat jullie en anderen. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Als jullie dit echt leuk vonden, ik vond het echt leuk zelf. Maar dat is mijn mening. Dan wil ik dit wel vaker doen hoor. Dus ja. Vertel me of jullie het leuk vinden. Ja. De volgende keer meer. Tot de volgende keer. Fijne dag nog. Oh. Ik vergat bijna. Dit is opgenomen tijdens Koningsdag. Geen koningin in de dag meer. Dat gedoe. Dus. Fijne dag nog. Doei.